Waar wachten we eigenlijk op? Ja, op een stoomlocomotief. Wat voor een? Een Baureihe 52, zo heet die officieel. En, het is een Duitse locomotief die in de Tweede Wereldoorlog is gebouwd voor de Duitse Rijksbaan. En die gaat het onderdeel uitmaken van de tentoonstelling Sporen naar het Front. Het is het eerste bruikleen wat binnen gaat komen voor die tentoonstelling. En ja. Ik hoor de fluit. Mooi. Ik hoorde de spoorboom ook al. En hij gaat hier wel stilstaan. Wij gaan er niet mee rijden. Hij komt gewoon in de tentoonstelling te staan. Bijzonder het is, al de mensen die staan te kijken, is toch bijzonder als je binnenkomt controleren. Maandag vertrekt er vanaf een legerplaats in het Harde een trein met 5 tanks erop. Daarna komt een Tin Turtle uit Engeland, panzertrein uit Slowakije. Als klapstuk komt er een gigantisch spoorgeschut, een Howitzer uit Engeland. Dat is het grootste spoorgeschut wat er bestaat ter wereld. Vanaf 30 maart is dat al te zien in de tentoonstelling Sporen naar het Front.